Maar ik wil FIFA spelen. Onmiddellijk te verlaten via de uitgangen en de nooduitgangen. Attention, attention. What? Please leave the building immediately through the exits and the emergency. Oké, jongens. Oké. Attentie, attentie. Ach, mijn katten. Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten. Katten, jongens. Please leave the building immediately through the exits and the emergency exits. Andere kat. Katje. Nee. Dit is een test. Grapje jongens, chaos voor niks. Ik kreeg net een... Attention. Please leave the building immediately through the exits and emergency exits. Ik kreeg net de melding dus dat ze een test gingen uitvoeren inderdaad. Er is niks aan de hand, het alarm gaat alleen af. Niks aan de hand met de katjes. Wij verzoeken u het gebouw onmiddellijk te verlaten via de uitgangen en de nooduitgangen. Dit heb ik dus nog nooit gehoord. Attention. Maar dit is dus inderdaad voor de veiligheid. Wel echt sick dit. Stel je voor dat je dit echt hoort. Zo, ik zou dan wel echt ziek bang worden. Ik zou oprecht wel mijn katten meenemen, denk ik, op dat moment. Gelijk gewoon onder mijn arm of zo. Of in een tas. Gewoon letterlijk in een tas stoppen. Ik zou ze echt niet achterlaten hier, denk ik. Oh, zon! Yo, zon! Besta je nog in Nederland? Oké, dat is waarschijnlijk maar voor heel kort. Wauw, jongens. Het is echt lang geleden dat ik zonlicht heb gezien in huis. Goedemorgen, jongens en meiden. Ik ben op dit moment alleen thuis. Of nou ja, eigenlijk niet helemaal alleen thuis. Want de persoon die dus in mijn huis is... is eventjes eten aan het halen bij de supermarkt. Maar zoals jullie weten is er gisteren natuurlijk wat gebeurd. En ik ga jullie straks laten zien wie het was. Oh, dit is weer echt het zieligste beeld van de dag. De kat die weer voor de glazen deur zit omdat hij het niet begrijpt. Maar ik denk dat jullie wel benieuwd zijn wie het heeft geflikt met mij gisteren. Als je weet waar ik het over heb. Want ja... het was even een avondje. Jongens, er is een struggle. Nog steeds in Melanie de leven. Melanie! Ja? Oké, Melanie... twijfel dus de hele tijd over, ja, moet ik alleen weekvlogs uploaden of zal ik gewoon een keer dagelijks proberen? Dus ik zeg tegen haar, probeer het een keer dagelijks met dezelfde camera als ik. Maar ik wil gewoon nog meer verschillende soorten video's. Maar ik vind het gewoon moeilijk wat dan leuk is. Wat willen mensen van mij zien? Je tieten. Lekker. Nee, grapje. Ik heb het al vaker tegen jullie ook gezegd. Ik zei het tegen Mel, ga nou eens een keer een week proberen elke dag te vloggen. Zullen we vanaf 1 februari afspreken dat jij een week lang dagelijks gaat vloggen? En dat al mijn kijkers jouw vlogs gaan kijken. Even kijken wat ik die week te doen heb. Ja! Deal or no deal? Nu zeggen. 3, 2, 1. Weet het nog niet. Oh my god. Oh jongens, hij is er. Wie zal het zijn? Wie zal het zijn? Doe Mona Lisa! Wat is je doen, gast? Je ging zeker shit halen, nog meer, allemaal. Bro, je weet niet wat ik allemaal heb gehaald voor jou, man. Je weet niet wat ik allemaal heb gehaald voor jou. Ja, jongens, hij is terug. Het is dus Homie die gisteren de ketchup in mijn huis gelegd heeft. Hij was het. Hij heeft het dus afgesproken met, weet ik, voor Rick. Hoe had je het nou gedaan? Bro, Rick kwam dus naar mij toe met jouw sleutels. Ik zei zo van, kijk, ik wil in jouw huis binnendringen, toch, voor de eerste prank. Want voor degene die het nog niet weten, ik ga Gio 24 uur lang pranken. Ja. Maar ik dacht dus voor de eerste prank, ik heb een beetje para maken, toch? Dus ik vroeg aan Rick of hij de sleutels had van Gio. Die gaf die weer aan mij. Ik sneak Gio's huis binnen, want jij was bij een première of zo. Ja, klopt. Hij was bij een première of zo. Ik leg dus allemaal ketchup gewoon op de vloer neer. Hij komt thuis. Hij wordt para. Ik schrok echt, hè. Ik had wel gelijk zo van, iemand moet het zijn of iemand moet het gedaan hebben. Maar ja, het was... Maar dacht je niet van, het kan ook bloed zijn? Ja, maar nou, ik kwam binnen en ik rook gelijk zo'n gore ketchuplucht. Dus ik dacht, eeuw, what the fuck. Maar ja, gelukkig was het niet mijn babytje. Ik dacht oprecht, dadelijk is het mijn katje of zo. Maar nee. Maar deze guy is al de hele fucking tijd, vanochtend, vannacht, mij bezig met te irriteren. Maar dat gaan jullie allemaal in zijn video zien, dus. Check dit, jongens, kijk. Deze guy is zo irritant. Op vakantie was je irritant, hier ben je irritant. We zijn nog niet eens klaar, hè. We hebben echt best veel gaan. Oh, leuk! Fijn om te weten! Ja. Ik hoor hem bezig hier. Hij is weer wat aan het bekokstoven.
Wat? Gast, wat probeer je nou? Wat probeer je nou? I'm so sorry, bro. What the fuck is überhaupt je bedoeling hiermee? Je moest gaan struikelen. Hoe snel kon je over zoiets? Ik dacht dat dit zo werkte, net zoals in de film. Je struikelt toch niet over zoiets? Nee, ik ben toch veel te zwaar daarvoor? Jij bent ook echt een guy die denkt dat je over folie struikelt. Boem! Je loopt de hele tijd door mijn huis alsof je iets aan het bedenken bent ook weer. Ik ben niks aan het bedenken, ik moet gewoon... Laat me met rust. Hey, ik zweer, stop eens in de oven, stop eens in de oven. Doe dat! Doe dat! Maar hij bent weg. Ik vertrouw je echt niet bij mijn katten, jij bent echt een enge guy gewoon. Deze guy is echt de meest idiote fucking gast ooit. Mijn prank is eindelijk gelukt. Oké, jullie moeten echt zijn video kijken wat hij gedaan heeft. Kom. Dit is er letterlijk net gebeurd. Gast, het is echt oorlog tussen ons. Dit ga je fucking terugkrijgen. Hoezo ik? Jij gaat het terugkrijgen. Hoezo, wanneer? Wat? Hij heeft folie hier. Ja, nu legt hij op. Oh! Dit is echt vies. Volgens mij gaat het opruimen. Ja, gast, jij ruimt dit op. Ruim het op! Jij, dit is mijn plas, maar jij ruimt het op! Folietje letterlijk gespannen. Ja, dat zie je gewoon. Ja, nu zie je het wel. Nee man, ik kan dit echt niet op. Ik kan... Hey, ik flikker je echt mijn huis uit. Hier, je schoenen. Je schoenen. Nee. Je schoen ga ik nu het raam uitgooien. Godverdamme. Kijk eens, kom eens. Wauw. Hij heeft hier zelfs een camera geplakt. Wat een gast ben jij. Hey, you wanna see Juice Dick? Check my channel. Oké, ik ga deze guy heel de dag niet meer alleen laten nu, want ik weet dat hij de hele tijd dingen aan het doen is hier. Ik moet echt zeggen, deze is wel beter dan die je daar deed, want die had ik gelijk door. Nee, deze GoPro is ook echt slim. Hier heb ik je ook gewoon niet gehoord. Ja, dit kan dus niet het toilet door. Ik ga het nu op. Eww. Oh no man. Eww. Gast. Eww. Jij ruimt het ook niet eens op, hè? Je komt heel mijn huis terroriseren. Dan moet je die pakken. Oké, jongens, als jullie vinden dat ik Hanwee terug moet pakken. Auw, dit is echt pijn. Laat het dan maar weten. Godverdamme, ga weg! Sorry voor deze chaotische vlog. Ik weet dat heel veel van jullie dit leuk vinden. Komt omdat de een of andere gestoorde Chinees hier in mijn huis zit. Hè, Hanwee? Fuck. Wat doe je? Ah, ik heb mezelf op ongeluk. Ah! Gestoken. Ah! Oh, echt? Gast, kijk uit. Oh, is dat een schaar? Psych. Er ligt hier een verwilderde 20 euro in mijn huis. Ik heb net eten besteld. Let op. Even kijken. Stefan. Het staat daar. Stefan is onderweg. Je ziet dit niet heel goed. We gaan hem eventjes blij maken met 20 euro fooi. Ik denk dat hij dat wel leuk vindt. Ja, ik weet niet of dit een Stefan is, maar... Hey, mijn bezorger is er, man. Oh, is het jouw bezorger? Oké, waarschijnlijk is dit dus Hanwee's bezorger. Of bezorgster. Ik zag niet... Misschien is dit wel gewoon weer een prank, hè? Je weet. Oh, dat je maar weer aan het fokken bent, zeker. Gaan we nu gewoon gezellig hier wachten? Ja. Nou, we zien nog niemand aankomen. Hi. Hallo. Zo. Mogen we jou blij maken? Ja, toch. Ja, toch? Sorry, man. We overvallen je een beetje, of niet? Ik zag gewoon aan die naam die bestelling, man. Oh, echt? Ben jij bezorgd of mijn bezorger? Ben jij bezorgd of mijn bezorger? Van Pomeroos. Huh? Van jou. Oh, ja, dat ben ik. Nee. Ja, oké, deze is voor jou, man. Alsjeblieft. Doe het lekker mee wat je wil. Dankjewel. Tof. Dankjewel, man. Yes. Ja, ja, doei. Nou, het ging heel snel, maar we hadden al betaald natuurlijk. Dat gewoon online. Maar nu heeft hij dus ook eventjes 20 euro voor gekregen. Geef jij nou niks aan je bezorger?
Ik gaf hem nou net 50 euro. Ah, ja toch. Waar gaat hij zo doen? Ja toch. Heel erg veel van jullie waren net zoals ik super enthousiast over een aquarium dus daar in de muur. Ik heb dus foto's doorgestuurd gekregen, weet hoe het eruit zou zien. Dit is eventjes een voorbeeld. Nou, je kan het jezelf natuurlijk ook wel indenken hoe het eruit gaat zien, maar... Woe! Ik en mijn vader hebben dus ook binnenkort een gesprek daarvoor. Hoe lijp zal dat worden, jongens? Oh, joh. Ik moet FIFA spelen. Hamme is de grootste, grootste lul op deze hele planeet. Hoezo is die nou? Ik dacht dat we klaar waren, gast. Ik dacht echt dat we klaar waren. We zijn nu klaar. Fuck, het is hier helemaal zeiknat. Kijk, hij doet toch nog wat hoor. Nog wat, ik heb dit net allemaal schoongemaakt. Ja man, ja hoor. Oh, dit is niet normaal jongens. Deze guy komt gewoon heel mijn huis terroriseren. En hij verdient er straks nog geld mee ook met zijn video. Ik was aardig hè, ik heb dit met water gevuld. Ik kon het ook met eieren. Aanschouw de sportoutfit van Hanwe. Aanschouw, dit zijn de kleren die Gio aan mij heeft gegeven. Lekker man, hier. Dit is sowieso mijn payback. Chinese piemeltje. Dit is sowieso mijn payback voor het werken. We gaan dus sporten, ik heb namelijk personal training nu. En normaal gesproken, ik film natuurlijk niet al te veel van. Maar geniet even van wat beelden van het sporten. Oh, je lijkt nu gelijk weer 20 jaar jonger zo. Hoezo? Je lijkt gelijk een babytje zo, echt zo'n mini Chineesje. Ja! Yeah! Ja! Yeah! Oké, okay, Hanwe. Ja toch, even kijken, wat pakt hij? 25 per kant. Hanwe is lekker bezig. Zo. Borst naar voren. Holy shit, gast. Goed adem aan, kom op. Kijk eens. Lekker man, buik aanspannen, kom op. How lekker much? Hoor. Kom op, kom op, kom op, kom op. Easy, zelf doen, twee keer. Kom maar. Kom op. Laatste, kom op. Gaan we. Nog één. Nog één, kom op, nog één. Oh shit. Hup. Push. Oké. Okay. Lekker man. Oké. Okay. Oké. Okay. Ik wil mijn gezicht niet eens zien, man. Zo, wat dacht je? Ik ga vandaag een keer in stijl. Kijk, vind je, vind je me in stijl, het staat ja? Je goed, man, ja. Dankjewel, man. Het is, je hebt niet echt een bril, toch? Het is gewoon, zeg maar... Nee, het zijn speciale glazen voor in de auto normaal. Nice! Dus dat geeft ontspanning aan mijn ogen. Ja? Maar ik vind het lekker op straat en ook gewoon in de gym te lekker. Dus, nou, het is jouw beurt nu. 15, 10, wat nog meer? 5 en... Lijkt heel veel, maar het is niet zo spannend, 40 hoor. 40 per kant. Gewoon pushen. Bro, als ik dit zou tillen, hè, ik zweer. Ja, ik kan het ook gewoon, maar ja, ik bestuur het toch. Ja. Ja, toch. Dit is gozer. Kijk, nu komt de echte kast toe. Nee, dit is mijn record, jongens. Dit is 16,25. Per kant. Oké, okay, ben je ready? Maak je klaar? Ja. Let op je ademhaling. Goed de buik gespannen. Gaan we. 5 keer, kom maar. 1. Zelf doen. Omlaag. Hoog. Op. Ademhalen. Zakken. Nee man, lager. Kom op, lager. Lager. Daar ja. En nu duwen. Lichaam recht houden. Kom op, buik ontspannen. Gaan we. 2 keer, kom op. Hup. Nee man, nog één. Hij kan zinken. Lager. Daar ja. En pushen. Push! Lekker man. Kast doe. Zie snel. Lekker man. Zie snel. Dat was een heel raar ding. Ja, heel apart. Dat deed zo. High five. Lekker, jongens. Hey, wij zijn kapot. Dankjewel. Ciao. Hey, warming up zit erop, let's go. We gaan nu beginnen. Ja, boys. Ah, rust. Eindelijk in huis. Hanwe is net naar huis gegaan na het sporten, jongens en meiden. Ik heb me eventjes omgekleed. Alleen natuurlijk wel een beetje moe, maar... Oh, zoals jullie zien, ik heb een hele dag thuis gehad gewoon. Ook wel een keertje lekker. Ik ben gewoon amper de deur... helemaal niet de deur uit geweest vandaag. Ik ben alleen de hele tijd lastig gevallen. Ik ga de lichten uitdoen, jongens en meiden. Ik ga lekker slapen, jongens en meiden. Ik krijg dus ook deze week te horen of mijn film dus de 100.000 bezoekers heeft gehaald. Wat natuurlijk super spannend is. Als het niet zo is, vertel ik het ook tegen jullie. Als het wel zo is, vertel ik het sowieso natuurlijk tegen jullie. Maar dat is voor mij dus nog even heel erg spannend. Wat ik ook aan jullie wil vertellen, ik heb het de laatste tijd best wel moeilijk of zo om alleen te zijn, wat je misschien wel merkt. Ik heb het wel eens vaker verteld volgens mij, maar ik voel me altijd een soort van eenzaam of zo. Als ik dan s'avonds laat hier zo in mijn eigen huis zit, helemaal alleen met de gordijnen. Ja, zeg maar, ik ga ze nu dicht doen, maar I don't know. Als Hanwe dan zo weg is of mijn vrienden dan zo weg zijn, dan voel ik me altijd een soort van
eenzaam en heel alleen. En daar heb ik de laatste tijd wel vaker last van. Maar ja, dat dacht ik. Ik vertel het eventjes tegen jullie. Dus jongens en meiden, ik ga in ieder geval eens lekker slapen. Ik ga de licht hier allemaal uit, wat ik net al zei. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken in deze vlog. Hopelijk gaat dat eenzaamheidsgevoel een beetje weg, want dat zou wel fijn zijn. Maar bedankt voor het kijken. Tot morgen om 5:30 bij weer een nieuwe vlog. Ik zet het licht uit. Dus later.